Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een storytime doen over mijn psychose. Ik heb de... Oké, mijn camera besloot even om kapot te vallen. Nou, in ieder geval, ik ga dus een storytime doen over mijn psychose. Ik heb dit 2 jaar geleden ook proberen te doen. Alleen, ja, ik wil die video ook helemaal niet terugkijken. Hij staat wel op mijn YouTube. Alleen, ja, ik voelde me heel erg gedwongen eigenlijk om die video te maken. Omdat... ja, toen ik in een psychose zat, werkte er een vrouw bij het GGZ. En die had eigenlijk naar buiten gebracht in een Facebookgroep dat ik in de psychose zat en dat ik daar zat. Dus toen ik eruit kwam, toen had ik echt wel super veel druk om. Omdat eigenlijk al heel de media wist dat ik erin zat. En ik schaamde me er super erg voor. Dus ja. Nou, het kan zo zijn dat je nu kijkt en denkt van, wat is een psychose? Ik weet het zelf ook niet hoe ik het moet omschrijven. Dus ik ga het even googlen. Even kijken wat eruit komt. Nou, er staat hier. Tijdens een psychose ervaart u de wereld anders dan andere mensen. U hoort bijvoorbeeld stemmen of er zijn mensen die er niet zijn. Uw gedachten veranderen. U legt de dingen om u heen uit. Oh ja, ik ben echt zo lang niet naar school gegaan. Op school kreeg ik ook altijd helemaal stress als ik moest voorlezen. U legt de dingen om u heen op een andere manier uit en geeft ze op een speciale betekenis. Ja, klopt. Nou, ik zal even vertellen waar het eigenlijk bij mij begon. Ja, er was een periode in mijn leven dat ik echt best wel veel ballonnetjes deed. En heel veel jonkels rookte, jointjes. En op een gegeven moment was het eigenlijk echt elke dag. Als ik wakker werd in de middag en in de avond. En ja, op een gegeven moment merkte ik toch wel dat ik een beetje paranoïde werd. En ik zocht eigenlijk voor alles een verklaring. Ik ging heel diep doordenken. En ik was ook heel erg bezig met cijfers. Dus zeg maar bijvoorbeeld als het 2222 is. Of ik zie op een gegeven moment alleen maar het nummer 11. Dat ik dan alle betekenissen op internet ga opzoeken. En ik werd gewoon helemaal gek. En toen gingen we... Rond kerst, ja met kerst, gingen we naar Slagharen met Davio's familie. En toen in de avond, toen werd het helemaal, toen was het gewoon echt klaar. Ik begon te draaien en er was zeg maar zo'n cv-ketel, die ging heel de tijd aan. En ik dacht van klaar, het huis gaat nu ontploffen. En er was gewoon iets in mijn hoofd waarvan ik dacht van, die was heel de tijd in mijn hoofd aan het praten. Van ja, het huis gaat ontploffen, je moet nu weg, pak je spullen. En ik werd gewoon helemaal gek en ik moest ook heel tijd naar de wc. Dus Davio die werd helemaal gek van mij. En hij zei van ga gewoon slapen, wat is er aan de hand? En voordat we naar Slagharen gingen, toen moest ik ook heel erg huilen. En ik zei ik had buikpijn, ik wil niet gaan. En ja, Davio dacht dat ik gewoon ziek was. En hij zei van neem gewoon een paracetamol, dan is het klaar. Heel de tijd huilen en toen waren we bij Slagharen, toen was er een lichtshow. En ik was gewoon, ik weet niet meer... Het is ook echt een beetje een hele vage herinnering. Dat was een beetje de aanloop zeg maar, naar mijn psychose toe. Nou, toen had ik toch alle moed verzameld om te gaan slapen. En de volgende ochtend leek het zeg maar, alsof ik heel erg aangeschoten was. En ik moest gewoon weg. En ik zei ook tegen Davio's moeder dat ik weg wou gaan. Toen waren we naar huis gegaan. En toen was ik daar in slaap gevallen, werd ik weer wakker. En toen dacht ik, waar ben ik? Is het ons huis? Ik begreep gewoon helemaal niks meer. Ik was 10 keer naar buiten gerend. En vanaf daar weet ik het eigenlijk niet meer. Toen was het avond. En toen was ik naar buiten gerend. Weer met de auto weggereden. En toen was ik ook naar mensen toegegaan. Toen had ik mensen op straat aangesproken van... waar gaan jullie allemaal naartoe? Toen was ik naar het station gereden. En toen dacht ik dat alle mensen met oortjes in hun oor FBI's waren. En undercover agenten. En toen was ik volgens mij ook naar een man toegelopen die gewoon rustig op de bus aan het wachten was. Toen zei ik tegen hem, ja ik weet dat je me in de gaten houdt. Maar je moet echt normaal gaan doen. Oh echt schandelijk, echt niet normaal. Maar als je zeg maar in de aanloop zit van de psychose. Dan is de werkelijkheid geen werkelijkheid meer en... Dat is gewoon echt het enge, zeg maar. En soms zie ik ook van die mensen op internet die dan helemaal paranoia zijn. En dan vinden mensen het echt grappig of raar dat ze zo doen. Maar ja, waarschijnlijk zitten die mensen dan gewoon in een psychose. En die mensen hebben gewoon echt serieuze hulp nodig.
Ik ben ook naar de Albert Heijn gegaan. En toen zei Davio, wacht op mij in de auto. Dus ik zat in de auto. En ik dacht, klaar, er is iets met Davio gebeurd. Dus ik rende de Albert Heijn binnen. En toen had ik een man in elkaar geslagen. Want ik dacht dat ze Davio hadden opgesloten in de vriezer. Dus toen was ik naar achter gerend. En toen had ik volgens mij een paar dingen achter gesloopt. En toen kon ik hem niet vinden. En toen had ik een medewerker in de Albert Heijn in elkaar geslagen. En toen kwam Davio naar me toe rennen. Wat ben je aan het doen? En toen ging ik weer in de auto. Ik probeer het verhaal echt heel chronologisch te vertellen. Maar er zijn heel veel dingen die ik gewoon echt niet meer weet. Toen in de avond was Nebu langsgekomen. Er was ook op Facebook gezet dat ik Nebu had bedreigd met een mes. En dat ik hem wou neersteken. Dat is niet het geval. In de avond toen was Davio en Nebu waren gekomen. Dat Davio had Nebu een bericht gestuurd dat het niet goed met mij ging. Dus toen was Nebu gelijk gekomen. En toen zag hij ook dat ik gewoon echt niet meer mezelf was. Dus toen waren we naar de spoedeisende hulp gegaan. En toen. Het is echt heel vaag vanaf hier. Toen waren we naar de spoedeisende hulp gegaan. Ja, en op het moment dat we bij de spoedeisende hulp waren, weet ik eigenlijk heel weinig. Ik weet dat ik daar echt ging doordraaien en ik durfde niet naar de wc, want ik dacht dat dat me de ruimte in zou sturen als ik door zou trekken. Echt gewoon, als ik er nu over nadenk, was mijn gedachte echt heel raar. Maar ja, ik denk als je gewoon echt paranoia bent, dan denk je gewoon echt hele rare dingen die gewoon niet werkelijk zijn. En ik had ook een schoen tegen Nebu gegooid. Dus Nebu zit het hier, sorry voor die schoen. We hebben het er nu wel over dat het eigenlijk best wel grappig is, maar op dat moment was het toch wel ernstig. En Nebu was ook echt heel erg geschrokken van de situatie. Daarna weet ik eigenlijk niet echt meer wat er daarna gebeurd is. Toen de dag erna was het eerste of tweede kerstdag. Toen had ik weer ballonnen gedaan. En toen was het echt gewoon raak. Toen was het gewoon kwijt. En zeg maar na die avond dat ik ballon had gedaan, toen werd ik wakker bij het GGZ. En toen was ik eigenlijk een beetje half-half. Oké, ik ben dus een heel groot stuk van het verhaal vergeten. Ik had mezelf opgesloten in de badkamer. En het duurde al iets van 3 dagen. Dus de VO was genoodzaakt om de politie te bellen. Toen had de politie mij opgehaald. En ik had geen kleren aan. Dus dat is ook echt heel traumatisch. Wat nog echt bij is gebleven, zeg maar. Maar er waren echt 4 of 5 mannelijke politieagenten die mij in de boeien moesten slaan. Terwijl ik geen kleren aan had. Toen ben ik met het politiebusje meegenomen naar een politiecel. Daar heb ik overnacht. En ook heel veel medicatie in mijn gespoot gekregen. En die dag erna was ik met de ambulance naar het GGZ gebracht. Ik weet nog echt precies dat ik wakker werd bij het GGZ en eigenlijk helemaal niet begreep wat ik daar deed. Maar Davio was daar en toen hij zeg maar wegging, toen werd ik echt emotioneel. Want ik begreep gewoon niet waarom ik daar was. En die periode dat ik daar aankwam tot de isolatiecel is ook nog echt een hele vage herinnering. Ik weet wel dat ik heel veel gesprek had met mensen daar en dat ik elke keer boos werd. Ik heb ook iemand van de begeleiding onder de douche gegooid, omdat die me wou douchen, maar ik had diegene onder de douche gegooid. Ik heb mensen gebeten. Ik heb 2 prikken in mijn bil gekregen om rustig te worden. Toen was ik gerold in zo'n deken en toen zat ik 2 weken in de isolatiecel. Het is echt. Echt wel een hele heftige periode. En ik merk wel echt aan mezelf dat ik echt moeite heb om het daarover te hebben. Wat wel echt super lief is, is dat DAF elke dag is langsgekomen. Letterlijk elke dag dat ik daar zat. Ook zeiden ze heel vaak dat hij niet mocht langskomen. En toen is hij gewoon langsgekomen. Wat echt zo schattig is, is dat mijn moeder had deze fotoboek gemaakt. Met allemaal foto's van mijn zusje,
Even kijken hoor, ik had die foto's eruit gehaald, maar ik weet ook niet meer waarom ik dat heb gedaan. Maar allemaal foto's van mijn zusje en mijn vogel, die nu trouwens dood is. Maar omdat ik zeg maar heel veel mensen niet meer herkende en zo, had ze een fotoboekje gemaakt zodat ik ja, mijn zusje wel kon herinneren. Echt super cute. Even kijken welke foto's zaten er nog meer in. Foto van Danse zusje en mijn zusje. Een foto van Nebiel. Met mama. Dit is wel random. Ze had een foto van mijn borstoperatie. Die selfie had ik naar haar doorgestuurd voor mijn operatie. Ik weet echt niet. Maar ja, ze zocht waarschijnlijk gewoon foto's om erin te doen. Ja, en hier had ze zeg maar geschreven dat iedereen van me houdt. Echt, echt zo schattig. Maar op dat moment had ik het besef niet dat ik in de psychose zat. En ik begreep het gewoon allemaal niet echt. Maar ik ben wel super blij dat ik binnen 2 weken ben ik eruit gekomen. Ik denk dat omdat ze me echt hebben platgespoten met medicatie, zat ook medicatie in mijn eten. En ik denk ook omdat Davio elke dag langs is gekomen, dat ik toch wel weer het besef had van wie hij was en wat ik daar deed. Dat ik met mensen daar die echt weken er zaten, maanden, zelfs jaren. En ja, er kwam eigenlijk nooit bezoek voor hun. Dus dat vond ik wel echt zielig om te zien. Dus ik ben wel echt heel blij dat ik er zo snel uit ben gekomen. Alleen vond ik het wel echt jammer dat ik ja, dat iemand van het regisseur had gelekt dat ik daar was. Want dat heeft ook echt heel erg in mijn mind gefokt, zeg maar. Want anders kon ik gewoon op een rustige manier bijkomen. En het gevecht voor Boxing Influencers zou ook die maand erop zijn. Dus de maand nadat ik eruit was gekomen. En alle dokters zeiden van ja, je kan echt niet gaan trainen, je kan niet gaan vechten. Maar juist als mensen tegen mij zeggen dat ik iets niet kan, dan ga ik het juist doen. Dus toen ben ik gewoon echt al ingegaan met trainen en ja, gewoon keihard knokken. En ik denk, doordat ik ben gaan trainen en het zo emotionele rollercoaster was, ben ik denk ik wel echt snel weer mezelf geworden. Dus ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan. Ja, dus ik krijg ook heel veel vragen van mensen van hoe kom je nou in een psychose? Ja, ik weet het zelf echt niet. De dokters zeggen van ja, door jonkel. Dus echt wiet, als je wiet rookt. Kijk, van hash word je eigenlijk niet echt paranoia. Maar ik merk zelf wel van wiet, als je veel wiet rookt, word je wel echt een beetje paranoia in je hoofd. Dat deed ik gemixt met ballonnen. Ik deed ook wel eens een pilletje. En stress gemixt dat allemaal bij elkaar. Ja, dan ga je gewoon echt bad. Dus ik denk dat het bij mij daaraan lag. Daarom ben ik ook met alles gestopt. Ik ben nu ook echt weer aan het gymmen en op mijn eten aan het letten. Dus dat, ja, ze zeggen dat je altijd een terugval kan krijgen. Maar ik wil daar natuurlijk niet veel over nadenken. En ja, het is gewoon heel, heel, heel belangrijk om met de mensen om je heen over te praten, hoe je je voelt. En als mensen zeg maar al een gedachte hebben dat je een psychose hebt of dat je er eentje krijgt, dat ze je bij mensen kunnen inlichten. Dus let vooral in deze periode, want dit was allemaal voor de corona. Maar nu, ik krijg heel veel berichten van mensen die toch ook denken dat ze in een psychose zitten, of mensen die heel dichtbij hun staan in een psychose zitten en wat ze dan moeten doen. Dus let vooral op je mensen in je buurt. Dat is heel erg belangrijk. Oh ja, ik had ook op Snapchat gezet dat een vrouw dus die bij het GGZ werkte online had gezet dat ik in het GGZ zat. En heel veel mensen vroegen ook van wat heb je gedaan? Is ze ontslagen? Ja, ze is ontslagen. Ik had het gelijk gemeld van ja, dit kan niet. En ik kon echt een lijpe schadevergoeding vragen. Alleen ik zelf heb er weinig verstand van. We waren op dat moment niet bezig met een schadevergoeding omdat ik zelf heel erg moest herstellen. Er waren best wel veel problemen ook gekomen omdat ik daar zat in het GGZ. Moest ik heel veel dingen betalen wat niet betaald werd. Onder andere mijn huis, de auto. Dus ik moest echt alles op alles zetten om dat weer überhaupt recht te zetten. En ik had toen, ja, mogen jullie best wel weten, toen was ik niet echt stabiel als wat ik nu was. Het was gewoon elke week
een verrassing hoeveel er op mijn rekening stond. En daarvoor ging ik de huur betalen. Maar als er wat over was, toen ging ik jonkels halen of lachgas. Ja, als je dan 2 weken stil zit en niks doet, dan zijn er geen inkomen en dan ben je fire. Dus tot de dag van vandaag heb ik geen acties ondernomen. En heb ik het eigenlijk maar gelaten voor wat het is. Want elke keer erover praten en met mensen in gesprek gaan erover, doet me toch wel wat. En ik dacht beter gewoon laten dan zoveel moeite doen voor een schadevergoeding. Ook al zou ik best wel veel kunnen pakken. Maar ja. Nou, dit was mijn verhaal van mijn psychose. Het is allemaal een beetje heel erg zigzag door elkaar gegaan. En ik merk gewoon aan mezelf dat als ik over moet praten, dat ik het gewoon heel moeilijk vind. Vooral om het in een chronologische lijn uit te leggen. Dus als jullie nog vragen hebben, zet het in de comments. En ik zal op alle vragen reageren. Wat ik nog wel wil zeggen is dat ik heel, 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 heel blij ben dat Daf me heeft geholpen in die periode. Het heeft wel echt laten zien dat hij wel echt voor me klaar staat. En het was ook in een periode dat we echt net met elkaar gingen. En toen gingen we volgens mij 5 of 6 maanden met elkaar. Dus dat heeft ook wel echt laten zien dat hij wel echt voor me klaar staat. En dat heeft onze relatie ook wel echt heel erg versterkt. Dus daar ben ik heel blij mee. Want voor hetzelfde geld zei hij ook van, deze chickie is helemaal gek geworden. En ik pak nu mijn spullen en ik ben loes. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus daar ben ik super blij mee. Nou, dit was de video voor vandaag. Het is een hele andere video dan wat jullie eigenlijk van me gewend zijn. Meestal ben ik echt super blij en lachen en alleen maar domme shit praten. Maar dit hoort er natuurlijk ook bij. Dus als jullie nog vragen hebben, zet het in de comments. En daar zal ik op reageren. En volgende week, donderdag, is er weer een weekvlog. Ik heb zoveel gevlogd en ik zet maar niks online. Dus volgende week komt er een weekvlog. Later!